de Jantjes. Dresscode, black tie, maar de Jantjes zelf, brani kraag. We zijn de Jantjes, we zijn de Jantjes, we zijn de Jantjes met de brani kraag. En voor de basis, en steven de basis, die zien onze meiden allemaal even graag. Achter mij de befaamde première drukte. Het beneemt me nu al de adem, maar we duiken er toch in. Mij is verteld namelijk dat Carolina Dijkhuizen er ook is. Dolores Van Cartier van Sister Act volgend jaar. Die moeten we spreken, onze vriendin uit AIDA. Carolina, geweldig op de Jantjes. Yay, yeah. Hoe Amsterdams ben jij? Nou, ik zou je heel eerlijk zeggen, dit is de tweede keer dat ik het zie. Ja. Deze versie bedoel. Nee, de tweede keer dat ik een versie van de Jantjes zie, zeg maar. En de eerste keer was echt mijn inburgeringscursus. Dat was geloof ik 7 jaar geleden. Ik woonde net in Amsterdam, hè. Groen uit de provincie Groningen. Dus nu denk ik dat ik de helft wel meekrijg. En dat ik voorzichtig aan ga snappen waar het over gaat. Het is de eerste keer dat ik nu de Jantjes zie. Ik heb nog nooit de andere versies heb ik niet gezien. Ik vind het prachtig dat ten eerste gezegd hebben. 90 jaar oud, hè? Ja, maar ja, dat blijkt dus dat de kracht, dat het nog steeds werkt, zoveel jaar later. Jij gaat binnenkort het klooster in. Ja, het is bekend. Ik word non. Mag ik jou trouwens feliciteren? Dank je wel. Het is een geweldige rol. Ja. We hebben hem in Londen een paar keer gezien. We hebben zelfs jouw grote voortganger Bettina Miller geïnterviewd. Oh, echt waar? Oh, dat heb ik gezien. Ja, dat was te gek. Ja, ik ben zo blij. Ik ben ook blij dat ik er nu eindelijk over mag praten, zeg maar. Want ik wist het al een tijdje. En we hebben zulke leuke castleden. Die nonnen zijn echt hilarisch, fantastisch. Ja. Simone, Stanley, Edwin Jonker, Frans Mulder. Ja, John Smaal zeg. John Smaal. Ja. Trouwens, ik moet jou feliciteren. Sinds eergisteren is bekend Love Story. Ja, ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Weet je nog, vlak voor de eerste keer My Name is Michael, toen zeiden wij tegen jou, moet jij niet een gooi wagen aan Dolores Van Cartier? Wist jij toen meer? Nee, dat zeg ik eerlijk. Toen wist ik het echt nog niet, want de audities waren echt pas einde van het jaar, geloof ik. En My Name is Michael was echt aan het begin. Maar je hebt me wel aan het denken gezet, moet ik heel eerlijk zijn. En ik heb ook toen de cd van een vriend van me gekregen, die heb ik beluisterd. En toen dacht ik, hij weet wel waar hij het over heeft. Het zaadje was gewoon. Ja. Kende jij de film al? Nee. De baas of het boek? Nee, ik kende het thema. Ja. Een van mijn eerste pianostukken die ik op pianoles moest spelen was Love Story. Oh, Where do I begin? Geen grapje, echt waar. Ik heb het nog thuis gevonden, het boek. En toen dacht je, wat sentimenteel of wat ontroerend? Nou, ik vond het toen eigenlijk al wel mooi. Ja. Maar vooral heel veel aan het klooien van hoe krijg ik het voor elkaar met mijn vingers. Was het een harde strijd of een ingewikkelde strijd om de rol te winnen? Nou, het was onderling eigenlijk heel gezellig. Want al die meiden die eigenlijk dan je concurrentie zijn, zijn allemaal meiden die ik ken. Het is wel zo dat deze rol is niet iets wat mij heel makkelijk komt aanwaaien. Ik moet hier echt voor werken. Ik moet hier echt aan de bak en echt alles laten zien, weet je. Zingen, dansen, komisch acteren. Alles is in de hoogte. Ze is hysterisch, ze is een disco diva. Ja. Dus het is echt een rol waar ik mijn tanden in kan zetten en al in aan het zetten ben, omdat ik nu natuurlijk al zwaar in de voorbereiding ben. Is dit een goede troost voor het wegvallen van Ghost? Ja, absoluut. Het is wel een onwijs redelijk onverwachts cadeau. Nu heeft AIDA, jouw doorbraakrol, natuurlijk een beetje comedy gehad, maar het werd overschaduwd door de drama en de dood en de ellende. Hoe heb jij de casters overtuigd van je comedygave? Want dat is toch echt essentieel voor Sister Act. Ik denk ook dat het is wat Joop, meneer Van den Ende, misschien wel wat meer in mij ziet en wat andere mensen misschien nog niet in mij zien, is dat ik eigenlijk in mijn normale leven, ik ben een clown. Ik ben gewoon iemand die, ik hou van een grapje, ik hou van grappen uithalen. Mijn moeder werd vroeger altijd gek voor mij. Ik ben meer, denk ik, ik ben de dramatische kant van AIDA, maar meer de komische kant, denk ik, heel erg van Dolores. Plus daarbij, ik ben een beetje een disco diva, want dat is wat ik doe. Ja. Beetje met mijn meiden en het is wel een beetje Carolina. Een romantische rol. Wanneer heb ik jou dat eerder zien doen? Nou, niet zo vaak. Nee. Ja.
Belle Mise is natuurlijk vrij romantisch, maar was mijn aandeel daarin. Ik had geen liefdeslijn in de voorstelling. Nee, nog echt nee. Dat is waar, dat klopt. Ja. Toch nog een nieuwe kant voor jou. Nou ja, sowieso. Het is een onwijze spelrol gecombineerd ook met zang. Ja, precies. En volgens mij is Oliver ook nog student. Zo'n echte Harvard-student. Een bal. Harvard, ja. Gaat dat je beter passen dan de bankjup uit New York in Ghost? Nou, het zijn beide dingen die ver van me heel af liggen. Maar ja, dat is de uitdaging en het leuke aan theater. Dus ik ben benieuwd of ik ook zo'n kabeltrui en zo'n das... Ik denk het wel. Wat een pre was natuurlijk, is dat jullie nieuwe directeur van Stage Entertainment dezelfde achternaam heeft. Ja, het helpt. Vriendjespolitiek. Het helpt als dat in de familie, vrienden op hoge plaatsen, ja. Veel plezier met de Jantjes. Dank je wel. Tot ziens. Dag. Permanent. En is het gebruik verzeep jou onbekend? Ik wil je voor geen ander ruilen, omdat ik zoveel van je hou. Er is geen Jan die niet altijd een hassebassie lust. Er is geen Jan die niet altijd een aardig meisje kust. Wees tevreden met een heel klein beetje. Het geluk ligt niet zo ver met een ideaal en een body van staal. Ben je rijker dan een miljonair? Ah, dat zijn onze Jantjes, dat zijn onze Jantjes, dat zijn de Jantjes met de radicaal. Gefeliciteerd, Rick, Job. Mag ik jullie vriend zijn, Stefan? Ja, zeker weten. Met roze pakje aan en ik kan erbij hoor. Een persoonlijk oordeel, Rick. Hoe was de avond? Nou, de zenuwen gierden door mijn lijf. Voor aanvang. Dat is toch, het is voor mij mijn eerste hoofdrol, titelrol. Ja, voor aanvang dacht ik echt, het gierde echt door mijn lijf. En toen begon het en toen zakte het een beetje. En toen wij ons eerste nummer, daar komen die handjes in starten, ja, toen... Ja, het ontplofte echt en dan mag je gaan. En dan zo. En toen ging het echt als een sneltreinvaart voorbij. Barry, hoe is het gegaan? Ja, te gek. Ja. Ging supergoed. Ja, ik heb stiekem al gekeken 2 weken geleden. Toen viel me al op jullie zelfverzekerdheid. Hoe is dat zomaar ontstaan? Nou, dat valt mee hoor. Het lijkt misschien zo voor de mensen in de zaal. Maar we zijn allemaal natuurlijk best wel onzeker. Mm-hmm. Maar uiteindelijk als je dan je dingetje moet doen, dan sta je wel voor je stuk. Ik was zo jaloers op jullie koelbloedigheid. Maar dat was schijn... Koelbloedigheid op het toneel. Ja, dat was absoluut. Dat was echt schijn. Wij stonden hier in de coulissen, stonden wij te wachten totdat we op mochten. En we dachten, oh god, al die mensen hier. En natuurlijk iedereen. Riemende ogen. Precies, ja, allemaal collega's uit het vak natuurlijk. Maar dan komt het eerste applaus naar dat nummer. En dan denk je, oh, dit kan nog wel eens een leuke avond worden. Dat was heel raar, want het was natuurlijk niet anders dan normaal. Want we spelen natuurlijk al een week of anderhalf week echt voor volle zalen. Maar toch is het dan toch op zo'n première anders. Dan moet je toch... Dan is toch wel het moment dat het anders gebeurt. Er is zoveel omheen.
dat je dan wel denkt van, oh jeetje, zal het nu wel goed gaan? Of zal het... Ja. Dus ja, het was natuurlijk wel echt maar gezonde spanning. Stefan, ik maakte mij zorgen. De smerige ziekte overkwam niet alleen maar Rick, maar nee, in real life jou. Ja, ik was blij jou te zien bij de opkomst. Ja, ik ben heel even uit de roulatie geweest. Ja. Ik had een ontstoken stemband, had ik. Kan dat? Dat kan. Blijkbaar kan dat. En nou, maar nu is het weer goed. Ik vond het moment dat het doek dicht was en dat je alle mensen hoort binnenkomen en het geroezemoes. Ja. En dat je denkt, oké, nu gaan we beginnen. Nu is de première en nu moeten we knallen. Dat is wel echt een bijzonder moment wat ik echt nooit zou vergeten. Had je hem te veel gebruikt? Nou ja, kijk, als je een ontsteking krijgt op je stemband en je gaat doorzingen, dat kan zomaar gebeuren. Mm-hmm. Als je dan door gaat zingen, dan kun je problemen krijgen. Maar ik heb nu even rust gehad en nu kunnen we weer lekker... Lekker door. En de wetenschap dat er bekende Nederlanders in de zaal zitten. Mark Rutte, Ali B, Freek Bartels. Nou, die laatste, dat vind ik dan wel heel leuk. Oh, ja. Alleen die laatste? Nee, het is allemaal heel leuk. Maar wat, met die zenuwen daarbij, dan zijn er toch mensen uit het vak die naar je kijken. Ja. En die zijn natuurlijk het meest kritisch. Ja. Ja. En dan wil je toch wel graag goed doen. Mark Rutte in de zaal, bezorgden jullie dat de jitters? Nou, dat eigenlijk viel dat wel mee voor mij als ik eerlijk ben. Ja, maar ja, ik vind dat toch, als hij dan hier nu een hand komt geven, dan denk ik wel, wauw, weet je wel, te gek dat hij er is. Op dat moment, ja. Maar ja, er zijn zoveel dingen waar je van in de stress bent. Goedenavond, Frans Wolraven. Ja. Meneer Rutte, ik zie u nooit bij musicals. Waarom vanavond wel? Ik ga wel naar musicals, maar ik ben niet zo'n liefhebber van politici die op de eerste rij zitten bij premières. Maar vanavond een uitzondering, omdat ik, Willeke Alberti, een dierbare vriend van me is, vriendin van me is. En wij laatst samen in de uitzending zaten en ze er ook over vertelde. En toen zei ik, ja, ik ga gewoon. Ik wil ook. Ja, ik wil het meemaken. Ja, en hoe is de avond verlopen? Hoe vond u de voorstelling? Ja, het is fantastisch. Het is een prachtig stuk. Het is, Willeke Alberti is natuurlijk een ster zonder weerga. Toch een beetje de onderkoningin van Nederland. En het stuk omarmt ook haar hele carrière. Want ze zingt onder andere natuurlijk dat prachtige Waarom ik zoveel van je hou. Wat ze misschien wel 45 jaar geleden met haar vader zong. Ja. En wat nu weer terugkomt in dit stuk. En ik had laatst met haar een opname bij een programma. En de afloop deed ze een klein stukje na. En dan verandert ze in een seconde van Willeke Alberti in Na Druppel. Ja. Dat duurt echt een seconde, een split second. Ja. Zo. Het oordeel van de Grande Dame. De avond is ongelooflijk. In het begin natuurlijk een beetje spannend. Maar later, toen voelde ik ook dat ik het weer helemaal in me had. Ik was ontzettend emotioneel in het begin. Dat kan niet. Dan moet je niet huilen, zeker niet. Dat was dan Willeke Alberti, de rest van de voorstelling. Ja, maar het hele stuk is een topartiest. Ik bedoel, kijk ze nou staan. Dit is toch een cast van je welste. Ja. Ze zijn al een beetje weg. Dit zijn alle mensen die de productie doen. Ze willen drinken. Ja, terecht. En afsminken en zo. Ja. Maar nee, dit is echt van heel hoog niveau. Dat had ik in het begin van de repetities ook. Dat ik zo aan mijn vader moest denken. Jantjes is natuurlijk Nederlandse folklore. En echt een musicals. Wicked, Billy Elliot. Bezoekt u dat soort musicals? Ja, in mijn werk heb ik weinig tijd voor. Ja. Ik ben dus laatst een Soldaat van Oranje geweest. En in New York ook wel eens naar een musical geweest. Ja. Maar het is gewoon lastig, omdat als ik s'avonds afspraken maak, heel vaak komt er dan weer wat tussen. Mm-hmm. En dan maar de theatervorm, die boeit u wel? Ja, tuurlijk. Zingen en acteren en dansen. Ja, opera, operette, musical. Het zit heel dicht bij elkaar. Ik hou van alle drie heel erg. Ja. Die hele cast is zo bijzonder. Het is zo'n stel mooie mensen. En ik word gewoon helemaal doodgeknuffeld. Wie weet hebt u straks meer tijd. Dan zie ik u wat vaker op musical. Dat gaat nog even duren. Ja. Lachen!